Om ook grote vijvers met veel vissen kraakhelder te houden, heeft Velda een compacte, hoogfrequente UVC-filter voor kristalhelder water die we voor u gebruiksklaar zullen maken. De UVC-filter bestaat uit de UVC-filter, een trafo, bevestigingsbeugels, schroefjes om alles te monteren, slangtules met een snelkoppeling, een mogelijkheid om PVC te gebruiken in plaats van filterslang, rubbers om alles waterdicht te maken, een lamp om de lamp in de kwartsbuis te monteren en een sleutel om de kwartsbuis dicht te draaien. We monteren eerst de bevestigingsbeugels. We halen de kwartsbuis uit de filter. Met een sleuteltje maken we de kwartsbuis open. We bevestigen de lamp in de lampvoet. Plaats de lamp op de juiste manier in de lampvoet. We plaatsen de afstandshouder aan het eind van de lamp. Dit om beschadiging in de kwartsbuis te voorkomen en stabiliteit te garanderen. De gemonteerde lamp gaat vervolgens terug in de kwartsbuis. Waarbij het heel belangrijk is er altijd op te letten dat hier een rubber is om te voorkomen dat er water in de kwartsbuis komt. Handmatig aandraaien en even vastzetten met het sleuteltje. We draaien met het sleuteltje de lampvoet zo aan dat de inkepingen van de lampvoet en de kwartsbuis precies op dezelfde hoogte zitten. Let op de rubbering die voordat we de kwartsbuis terugplaatsen in het UVC-filter bovenaan moet zitten. UV-licht in deze frequentie en wattage is schadelijk voor de ogen. Daarom moet de lamp automatisch uitschakelen als de kwartsbuis uit het filter wordt genomen. Daarom moet deze lip precies passen in deze uitsparing. Dit zorgt ervoor dat de lamp automatisch aangaat als de kwartsbuis in het filter zit en uitgaat als die er wordt uitgenomen. We plaatsen de gemonteerde lamp terug in de filter. De schroefdop goed aandraaien. En de lamp is gemonteerd. Om lekkage te voorkomen moet altijd een rubbering geplaatst worden voordat de slangtule op de UV-filter wordt geplaatst. Met de snelkoppeling draaien we de slangtule op de filter. En de slangtule moet altijd afgezaagd worden op de diameter van de slang die gebruikt wordt. Dit om een goede waterdoorstroming te garanderen. De uitstroomopening is in elke gewenste stand te stellen. De UV-filter is nu gebruiksklaar en kan met slang gemonteerd worden tussen de pomp en het filter.